Welkom bij de 6e aflevering van Young & United Straatwerk. Vandaag gaan we de straat op met het thema dromen en werk. Want stel dat geld helemaal geen rol meer zou spelen en je zou dus op een oneindige sabbatical kunnen gaan. Hoe zou jij je leven dan verder invullen? Gewoon de hele dag op het terras gaan zitten, denk ik. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat ik lekker op een eiland muziek zou maken, schrijven en dat soort dingen zou doen. Ik denk ook wel gewoon veel chillen, maar ik denk ook wel iets van vrijwilligerswerk of zo daarna. Als ik je toch iets hebt om in vast te pakken, door te ontwikkelen, zelfs is het gewoon het liefdadigheid of zo. Ik denk dat het anders toch allemaal een beetje nutteloos gaat voelen. Ik denk met al het geld zou ik een amusement park creëren voor alle mensen hier in Utrecht. Iets als Walibi, maar dan gewoon voor volwassenen. A lot of music en veel vrije tijd. Ik hou heel erg van zingen, maar ik ben nu ook wel veel aan het studeren en dingen aan het doen om ook nog een andere baan of carrière tegemoet te kunnen gaan. Maar als dat allemaal niet meer zou uitmaken, dan zou ik denk ik echt heerlijk oneindig muziek maken. Ik ga terrassen, dan uit eten, dan feesten. En dan de volgende dag waarschijnlijk even sporten, toch een beetje fit blijven, weet je wel. Misschien even gaan werken, denk ik wel, een dagje. Misschien 2 dagen in de week. En dan, ik denk 2 dagen in de week toch werken en dan de rest van de week... Wat ik net zei. Oude mensen de hond uitlaten of zo, een stukje wandelen, iets in de kring lopen of zo. Dat is waar je ook wel echt een beetje passie voor voelt dan? Nee, dat valt mee, maar ik denk dat het toch, weet je, als geld toch geen rol speelt, dat dat wel voldoening geeft. Ik vind het sowieso belangrijk dat mijn werk wel iets is waar ik nog steeds passie voor voel. Dus ik ben humanistiek aan het doen en dan wil ik eigenlijk mediator zijn of bemiddelen tussen conflicten. Lijkt me heel erg interessant. Juist een beetje verbindingen leggen tussen verschillende groepen. En wat voor werk doe je momenteel? Ik ben manager bij kledingwinkel. Nice. Ja. En zie je ergens ook een combinatie tussen die twee? Of wat weerhoudt jou van je dromen? Niet zoveel op dit moment. Ik doe naast dit werk doe ik ook veel met muziek. Dus daar ben ik wel veel mee bezig. Het houdt niet echt mijn droom tegen, zou ik zeggen. Dus als geld geen rol meer zou spelen, hoe zie je dan je werk als kok? Ja, dat zou ik gewoon hetzelfde blijven doen, denk ik wel. Wel iets minder, denk ik, maar wel gewoon hetzelfde wat dat betreft, ja. Misschien in het buitenland, als ik toch het geld heb, dan gewoon op een cruise ship of zo. De lijfsingrediënten en zo, en dan gewoon in het buitenland, dat zou ik denk ik wel doen, ja. Want dan kan je gewoon een half jaar lang eigenlijk de hele wereld over en dan ondertussen ben je gewoon je werk aan het doen. Dus ja, daar had ik het net over, dus dat is eigenlijk wel wat ik van plan ben, ja. Dat was hem dan, de 6e aflevering van Young & United Straatwerk. We zijn de straat op gegaan en we hebben de meningen gecheckt. En wat blijkt, de meeste mensen willen vooral hun passie kunnen volgen. Iets meer privé- en werkbalans, dus nog wel blijven werken, maar veel meer ruimte voor jezelf. Ik zit al vrij dicht bij de perfecte droombaan, maar ik droom er stiekem ook van, nog steeds, om een straatwerk in Curaçao op te nemen.